Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en het ziet er naar uit dat het vandaag een super mooie dag wordt. Dus dat lijkt me echt fantastisch om dan even lekker te gaan genieten met mijn korte boekje. En we gaan nog meer genieten, want ik ga wat leuks doen vandaag. Ik ga jullie meenemen, maar eerst even een lekker ontbijtje naar binnen werken. En dat heb ik dan het liefst op mijn bordje op deze manier met gewoon een lekker dikke laag chocopasta. Oh, dat ziet er goed uit zeg. Hier ga ik echt heerlijk van genieten in de auto. Deze ga ik meenemen, want ik moet nu wel echt weg. En Myron, die gaat even bonen vermalen. En dan even een lekkere cappuccino maken. Cappuccino. Sterk of niet sterk? Sterke cappuccino. Myron, die kan het echt zo goed ondertussen. Vind ik wel. Ja, hoe dan? Wat? Ben ik het zo aan het filmen? Ja, gewoon kijk dan hoe niet opgeschuimd. Kijk wat ik krijg. Een super schattig appeltje. Dat geeft niet, schatje. Normaal gesproken zien ze er altijd op en top uit en nu een keertje, maar niet uit. Ik zou het kunnen fixen door die hartjes te maken. Dat hoeft niet. Ik ga er nu vandoor. Veel plezier vandaag. Jij ook? Ja. Ja? Ja. Ja? Veel plezier, schatje. Jij ook. Ciao, ciao. Doei! Dat gaan we missen. Ik ga lekker shoppen en dan ga ik jou heel veel foto's sturen van dingetjes die ik mooi vind. Is goed, doe dat. Moet jij wel reageren, hè? Ja. Kan je dat ook zo? Nee. Wow, wat hard! Ja, die. En dan heel hard. Ja. Doe het wel echt zeer aan je daartussen je neus. Ja, ik wou net zeggen, ik ga het niet meer doen. Ik begin nu te voelen. Nog één keer. Nee. Wow! Oké, laat maar. Laat maar. Hij is weg. Hij is weg. Ik kan niet meer. Ik neem een ontbijtje lekker mee. Ja, doe maar hierop. Nee, kan dat? Ja. Doe hem er wel even in, ja? Ja, dankjewel. Hij zit in de cappuccino. Nice. Ik had al zo'n hoop momentje dat hij in de auto zou liggen. En ja hoor, zonnebril in de auto. Perfect. Zo, let's go. Als ik zo'n caravan zie rijden op de snelweg, dan het eerste wat altijd door mijn gedachten heen gaat, is opa en oma caravan. Yep, opa en oma caravan. Dat is namelijk precies hoe Milan en ik altijd opa en oma noemden. Kijk, we hadden zeg maar twee opa en oma's. Toch nog een beetje wakker worden. Maar hoe dat werkte voor ons als kinderen, snap je niet echt wat overgroot opa of overgroot oma is, denk ik. Dus vandaar dat wij opa en oma caravan hadden. En volgens mij was de andere opa en oma voetbal. Omdat mijn overgroot opa die was profvoetballer. Dus zodoende konden we zeggen opa en oma voetbal en opa en oma caravan. Dan konden we het precies scheiden. Terwijl het dus eigenlijk gewoon opa en oma en overgroot opa en overgroot oma waren. Super fijn trouwens. Ik vind het echt heel mooi dat ik gewoon heb meegemaakt. Een overgroot opa en een overgroot oma. En ook nog bij bewustzijn. Ik heb één super mooi magisch moment met mijn overgroot opa. Wat ik nog in mijn geheugen heb. En wat ik voor de rest van mijn leven zal meenemen. En dat is dat ik bij opa en oma caravan in de garage aan het oefenen ben met opa voetbal. We waren aan het voetballen dus. We waren aan het oefenen. Super mooi magisch moment. Zal het nooit meer vergeten. En met mijn overgroot oma heb ik echt heel erg veel momenten die ik nog super goed weet. Want toen was ik wel wat ouder. En dat kan ik me nog wel goed herinneren. Mijn overgrootopa is al toen ik wat jonger was overleden. Ik weet nog wel dat ik op de camping was. En dat er aan mij gevraagd werd, wil je naar de begrafenis van opa voetbal? Maar ik durfde niet. Ik was best wel klein en ik durfde niet. Ik vond het super eng. Volgens mij begreep ik het ook allemaal niet. Maar ik weet nog wel dat ze dat aan me vroegen. En dan met ze bedoel ik mijn familie. Maar ik durfde niet. Dus ik heb nee gezegd. Ik heb daar ook nooit spijt van gehad. Je kan natuurlijk met sommige dingen spijt krijgen. Maar ik was op een leeftijd. Ik begreep het niet. Ik durfde het niet. Dus het is goed zo. En de herinnering die ik heb is super mooi. En daar hou ik me aan vast. Dat is mooi. En met zoiets moet je sowieso dankbaar zijn. Want er zijn natuurlijk genoeg momenten dat mensen iemand verliezen. En dat ze nooit afscheid hebben kunnen nemen. Of nooit
kind dat laatste magische herinnering kunnen hebben. En ik had gewild dat iedereen dat zou kunnen krijgen. Omdat je hebt er echt veel aan om een laatste mooie herinnering te hebben aan iemand. En dat hoeft niet per se de allerlaatste ontmoeting te zijn met iemand. Maar het is wel fijn als je kan vasthouden aan een laatste herinnering die zo krachtig, zo fijn is in je gedachten. Dat is wel echt heel prettig. Het is wel goed dat ik een zonnebril op heb. Ik krijg alweer traantje in mijn ogen. Ik zit zo een beetje om me heen te kijken. En ik heb het wel vaker gezegd. Maar wat is Nederland toch eigenlijk gewoon mooi. Mooi zoals het is. Zo lekker plat. En daar ga ik nog eventjes gebruik van maken. Nog 81 kilometer over de platte snelwegen in Nederland. Dan zijn we op onze locatie. Oh ja, en misschien kunnen jullie zien. Kijk, nu schijnt er niet zo heel veel zon. Het zit heel even achter de wolken. Maar zo net bij mij thuis hebben jullie gezien dat dit helemaal wit was. Mijn KP-logo op mijn shirt. Maar misschien zagen jullie zo net al of nu een klein beetje dat het licht rozig is. Nou, straks als de zon schijnt en ik ben buiten, dat is echt een ziek verschil. Super gaaf wat dat materiaal kan doen. Heeft met de UV-straling te maken, is echt heel tof. Op dit moment ben ik in het magazijn van Knolpower en let op het shirtje wat ik aan heb. Ik ga nu naar buiten lopen, dan zul je zien hoe ziek erg dat gaat veranderen. Zie je dat? Kijk hoe snel ook gewoon, hè? Hij is nu gewoon helemaal roze. Maar echt ziek roze. Ah, het is wel een heel vet item. Misschien dat ik daar ooit nog wat mee ga doen. Maar goed, het is niet dat dit een nieuwe item is voor de collectie of wat dan ook. Er komt wel een hele toffe collectie aan. Daar ga ik later vandaag meer over vertellen. Maar eerst ga ik eventjes een rondje lopen hier in het Knolpower magazijn. Ga ik even wat items pakken die ik wil hebben. Een paar nieuwe t-shirtjes die ik ga meenemen. Ja, en er komt dus echt een super toffe collectie aan van Knolpower. En die ga ik nu ook meenemen. En die ga ik vandaag weggeven. En dan als ik het ga weggeven, dan kunnen jullie zien wat voor nieuwe collectie het is. Maar het heeft te maken met dit. Ik heb voor mezelf een paar dingetjes ingepakt hier. Of nou ja, ingepakt. Gewoon gepakt uit het magazijn. Maar die ik ga meenemen. En ik ben helemaal gek op de KP sokken. En dan heb ik het over de KP sport sokken. Die heb ik nu ook aan. Het zijn super chille sokjes voor in de zomer. Gewoon de korte enkelsokjes van Knolpower. Ik zelf heb maat 42, 46. Dus ik heb 10 stuks van de sokken meegenomen. Ik heb hier nog een super tof... Dit is wel een longsleeve trouwens. Het is nu heel erg warm. Dus dan heb ik het liefst een t-shirtje. Dus ik heb hier een Knolpower t-shirtje liggen. Die ga ik meenemen. Gewoon de standaard Knolpower t-shirt met rood KP logo. Die neem ik mee. Maar deze neem ik mee dat bijvoorbeeld in de avond gaat het afkoelen. En dan kan je nog even een longsleeve aandoen. Dus dit item ga ik ook meenemen. En dan ga ik even de popsocket meenemen. Dit is echt ideaal. Een popsocket voor op je telefoon. Ik neem er even wat meerdere mee. Want ik ga er ook een paar weggeven. Want daar wordt echt nog steeds heel vaak naar gevraagd. Van Enzo, hoe heb je dat nou precies op je telefoon? Hoe kun je toch altijd zulke goede selfies maken? Niet dat ik het dan goed opsta. Maar gewoon goed van snel, makkelijk. Het is zo simpel. Die popsockets zijn ideaal. Ze staat allemaal op knolpower.nl. Check ook even deze longsleeve, de standaard shirtjes, de sokken. Ja, er staat sowieso heel veel op Knolpower. Een groot magazijn hier met van alles en nog wat. Maar ik ben het meest hype voor de nieuwe collectie. Oh, dat wordt super dik. 1 hour later. Zo, ik ben klaar. Goede meeting gehad hier. Het is wel pokkenwarm nu ik in mijn auto stap. Dus ik zet alles even op het laagst met de airco aan. Jeetje mina, dat is wel het nadeel van een zwarte auto. Gewoon alles compleet zwart. Het hoeft maar een kwartier... Hé, 1, 2, 3, 4. Het is precies 1, 2, 3, 4. Check dit. 1, 2, 3, 4. Ik weet niet of ik op tijd ga zijn, maar even naar Mywin appen. 1, 2, 3, 4. Boom, nog op tijd. Dat hebben Mywin en ik zo vaak, dat wij 1, 2, 3, 4 zien staan op de klok. Dat is echt niet normaal. Maar goed, ik heb heel erg veel spullen hier in de doos zitten. Ook voor de gasten die meegaan op vakantie met de camper. Dus dat wordt super tof. Er is genoeg spulletjes om mee te nemen voor op de camperreis ook. Echt, echt heel erg nice. Super hyped. Dames en heren, zoals gezegd, zo gedaan. Of tenminste, hoe gaat die uitspraak ook weer? Zo gezegd, zo gedaan. Lunchen in de middag met warm eten. Maar deze keer met Jordi. Ja hoor. En Jordi heeft dan een 12 uurtje lekkere kroketjes met lekkere lapbrood. Maar ja, dat brood heb ik dus vanochtend al gehad met chocopas. Dus ik heb gekozen voor een schnitzel. En helaas, dat is wel echt het balen, kwamen de patatjes bij. Ja, nou dat neem ik dan maar erbij, omdat het moet. Maar goed, wel weer warm eten. Ik sta in de woonkamer, ik ben thuisgekomen en lekker veel uurtjes in de auto gemaakt. Heerlijk wat muziek geluisterd, dakraampje open, super lekker weer. En vanavond wordt het ook nog de hele avond lekker weer. Maar ik moest heel eventjes langs huis om wat spullen op te halen. Die heb ik nu klaarstaan, ga ik meenemen naar de auto. En dan ga ik eventjes naar de kinderen toe van Samantha en Shahid. Dus ik ga eventjes langs Luciano, Virginio, Milana en Gio. En Arm
arme Luciano. Arme, arme Luciano. Maar letterlijk arme Luciano. Jullie gaan straks erachter komen waarom. Oké, ik sta op de parkeerplaats en ik blijf zitten. Ik ga niet uitstappen, helemaal niks. Ik doe alleen even de auto uit. Maar ik ga kijken hoeveel seconden het duurt voordat iemand bij me is. Want ja hoor. Oh my god, ik ben nu 20 seconden aan het filmen. En Luciano die staat daar. Oh ja, hij ziet mij nu. Hij staat daar. Hij stond te kijken waar ik was. Maar ik heb hem gewoon op de oprit gezet. Let op. Even kijken, waar is hij? Oh, hij is aan deze kant. Kijk, hij staat daar. Ja! Maatje! Hey, geef me een knuffel. Hey, maatje, geef me eens een knuffel. Ja, Virginio staat er ook. Die geeft ze ook een knuffel. Krijg een knuffel, maatje? Oh, wat heb je met je arm gedaan? Hey, wat heb je gedaan? Ik heb mijn arm gebroken. Heb je arm gebroken? Hoe komt dat dan? Ben je gevallen? Ja. Ja. Ik kom zelf. Wat gaan we doen dan? Ik zweer het je, Luciano is zoveel verleger geworden dan eerst. Eerst had hij praatjes. En nu, hij is zo verlegen geworden. Echt bizar. Maar goed, ik weet niet hoe het komt. Hij is gewoon ouder geworden. Maar goed, ik heb allemaal mooie spulletjes bij me. Dus ik zal even alles uitpakken. Ga ik dat even meenemen. Jij was dat! Ik wist helemaal niet dat jij dat was, gast. Ik zag iemand achter mij rijden, BMW, best wel irritant. Ik dacht, ga eens weg, man. Hey, irritant vind je, jongen. Hé, hey, alles goed? Zeker, man. Echt toevallig. Ja, toch? 5 minuten al lang achter je aangereden. What the heck? Ik dacht al, hij gaat overal heen waar ik heen ga. Maar dat komt omdat we allebei hier moesten zijn. We hebben hier te maken met een minion en we hebben hier te maken met een skater girl. Of wie ben jij? Jouw neus zijn kapot, hè? Zijn mijn skiers die ik jou heb gegeven kapot? En wielen eraf. Wielen eraf? Ja. Heb je zo hard gereden? Nee, ze is gevallen. En zo. Oh, echt? Ben je gevallen? Maar je hebt in ieder geval niet je arm gebroken. En zo. Nee. Ja? Zoals hem. Nee, echt hè? Ook echt op de raarste manier gevallen. Hey, geef me een box. Ik heb wat voor jullie meegenomen. Wat dan? Nou, ik zie dat jij weer een mooie knolpauwhoedie aan hebt. Ja, dat bedoel je dus. Dat bedoel je dus. Maar die is al best wel... Oud. En zo. Oud. Ja, hij ziet er nog mooi uit. Daar niet van. Maar... En zo. Ja, deze is nieuw. Maar ik heb ook andere nieuwe dingen. Ja, wat is er, maatje? Ja, maar ik moet er nog even wat uit de auto halen eigenlijk. Ja, pak dan. Ja, ik ga even met Luciano mee. Kijk. Zo, allemaal Pokémon spullen. Ja, ja. Jeetje. Kaart open. Daar heb ik die. Wow, maar heb jij nog pijn in je arm? Ja. Ja, ja. Ja. Ik kan een beetje auto rennen, kijk. Ik kan nog wel een beetje rennen, kijk. Hé, maar nu snap ik waarom die wielen eraf zijn. Want het is toch helemaal niet de bedoeling op zulke steentjes. Hé, joh, pas op voor mijn auto. Als je die tegen mijn auto trapt... Maar dat is toch helemaal niet de bedoeling dat je met die op de steentjes gaat? Niet doen, Milana, niet doen. Luciano, ik heb daar een tas bij me. Nee? Maar je mag nog niet in de tas kijken. Nee? Ja, maar je mag nog niet kijken. Maar, leg maar even neer. Jij hebt namelijk gips. Die heb jij in het rood. Waarom heb je die in het rood? En je hebt toch mijn gips toch kleuren? Ja, ik wil wel op jouw gips kleuren. Moet ik mijn handtekening erop zetten? Ja, en waarom heb je hem gekozen voor rood? Waarom? Omdat knolpauwer. Knolpauwer rood. Maar zullen we jou dan helemaal omtoveren tot knolpauwer? Nee. Nee? Wil je niet helemaal zo cool in knolpauwer? Nee. Waarom niet? Dat kan niet. Maar dat heb ik voor jou meegenomen. Je tas binnen zit. Nee, ik ga die tas niet binnen zetten. Ik ga hier aan jullie laten zien wat ik mee heb. Kijk, ik zet mijn camera hier neer. Ik heb voor iedereen namelijk een outfitje meegenomen. Ja. Deze is voor Luciano. Deze is voor Luciano. Ik vind het een gaaf outfitje. Het is een nieuw t-shirtje, een nieuw broekje. Nee, ik heb voor jou, Milana. Heb ik? Ja, inderdaad. Ja, de paarse. Ik wil papa. Voor mij bronzen. Ik wil de paarse. Ja, ik was vanochtend in bespreking. En toen daarna dacht ik van, ik ga vandaag naar jullie toe. Ik neem wat mee. En welke kleur neem ik voor Milana mee? Ik dacht, jij bent helemaal van paars. Nee, roze. Maar roze en paars vind je allebei mooi. Ja, dat is toch bij elkaar. Kijk. Wat doe jij? Is dat hard? Ja. Dat is gips, hè? Doe eens ernaast. Hij zit te kloppen op zijn gips. Ja. Hier, maar... kijk eens, maatje. Kom eens. Je moet het wel heel voorzichtig doen. Ja, ik ga het heel voorzichtig doen, ja? Dan moet ik wel
Kiekeboe. Hij doet nu ook aan mijn broek aan. Oh ja, hoe doe jij een shirt aan nu? Zo. Hoe doe jij nu een shirt aan? Zo? Ik ging ook nog mijn slaapvestje wachten en moest ik dit. Nee, maar ik zit even na te denken. Hoe doe jij nu een shirt aan dan? Hoe heeft mama dat shirt aangedaan daaronder? Alleen gewoon. Moet je hier. Ja, maar. Nou, voor mij. Zo. Ik snap het niet. Hoe heeft mama bij jou dat shirt aangedaan? Zo. En dan zijn arm pakken. Oh, en dan je arm voorzichtig ertussen. Oh, dat kan wel. Oei, joh. Maar. Gelukt. Maar kijk. Dan. Kijk dan. Oh, high five. Ik schroom te weten voor. Nee, met die andere. Dat kan niet. Dat kan niet, hè? Kijk nou hoe vet, dames en heren. Check dit. We hebben gewoon het shirt aangekregen. En nu nog de peace. Want kijk, hier staat peace, hè? Wist je dat? Peace. Dus nu nog de peace. Ik neem deze wel mee. Ja, oké, dames en heren. Ik heb dus de hele nieuwe peace collectie. En die peace collectie die heb ik ook voor mezelf. Maar die heb ik thuis liggen. Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik die niet aan heb gedaan. Waarom heb ik die eigenlijk helemaal niet aangedaan? Super dom. Anyways, ik heb voor iedereen dus een peace outfitje. We hebben de beige kleuren. We hebben de paarse die Milana heeft. We hebben de een beetje mintgroene. En we hebben gewoon dus de rode. Dus ik heb voor iedereen een outfitje meegenomen. En dan is iedereen helemaal voorzien van de dikke vette peace collectie. Dat is dus de allernieuwste collectie. Dit die uitkomt. Kindermaten, maar ook volwassenmaten. En 27 juli om 12 uur komt het op knolpauw.nl. Dus zet het in je agenda. De peace collectie. 2.0 in 4 verschillende kleuren komt 27 juli online om 12 uur. Wie zie ik daar? Ja! Oké, deze gaan we meenemen. Yo, gamer, ik heb wat voor je meegenomen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dat is een kleurtje, hoor, Krim. Deze gast loopt met bijna 30 graden in een minionpak. Hij heeft net gedoucht, hij dacht ik leg een pyjama aan. Oh, ja. Yeah. Wat is dat? Peace. Dat is de peace, hè? Peace voor mij. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja! Met je andere arm. Kijk. De shadow. Ik zei net ook al high five met zijn andere arm, maar daar gaat hij. En hier zit ik. Zit jij daar? Dat is jouw kamer, hè? Ja, ze hebben hier gewoon een schilderij van een huis hangen. En Luciano weet heel goed dat daar zijn kamer is. Toch? Weinig daar is mijn kamer dan Luciano's. Nee, dat is de badkamer. Hij weet alleen zijn eigen kamer blijkbaar. Hé, hey, maar Luciano, vertel eens eventjes aan de kijkers. Waar is het fout gegaan? Is dit gekomen door de bank hier? Enzo. Weet je hoe dit ging? Nou, was jij erbij? Ja. Ja, wat gebeurde er? Enzo. Wacht heel even hoor. Milana gaat vertellen wat er gebeurde. Hij zei maar zo. Zo, hij was in de Oh, toen ging hij daartussen met zijn arm. Toen wou hij hem pakken. Ja, toen was hij gebroken. Toen was hij gebroken. En zo. En hij ging ook met zijn achterom een salto maken. Ging je achterom een salto maken? En ging je toen mis? Ja. Toen had je arm gebroken? Maar nee, hij bedoelt voor. Oh, voorover. Oh, je deed de salto voorover. En zo. Ja. En zo, kom. In de tuin? Wat is er in de tuin dan? Nou goed, om in ieder geval eventjes het verhaal compleet te maken. Luciano die ging over de bank heen. Die had zijn arm tussen die spleet zitten. En die maakte toen een salto voorover en zijn arm bleef hangen. Dus zijn ellepijp. Dus zijn onderarm, zijn ellepijp is gebroken. Dus gisteravond ging hij naar het ziekenhuis. En toen hadden ze een foto gemaakt. Toen hadden ze dus gezien dat zijn ellepijp was gebroken. En toen hebben ze gips eromheen gedaan. Wat, ga je nou serieus met de chondeer rijden terwijl je arm hebt gebroken? Oh, je hebt een alarmlampje erop laten zetten. Ja. Hoe vet is dat? Toen ben ik jarig, toen heb ik die net gekregen. Zo, toen je jarig was, heb je dat alarm gekregen? Ja. Gaaf hoor. En hoe oud ben je dan? Hoe oud ben je dan? 10. Maar hoe oud ben jij? 4, hè? En wat is dit dan? Enzo. Oh! Wow, yo, ik schrok bijna op jou. Enzo. Niet op hem schieten. Hij mag geen water op zijn gips. Nee, klopt, maar ik schiet niet raak. Oeh. Hij gaat wel ver deze. Ik moet even het gras water geven. Het is toch nep gras. Het is nep gras. Echt niet, de gras groeit toch. Kijk, hij is af.
Ja, dat is de grasmaaier. Maar dit, ik hoor net van Milana dat dit nepgras is. Dus je hoeft het niet te grasmaaien. Maar het is wel sneu om Luciano zo te zien. Want hij zit alles te doen met één arm. Ja, dat kan ook niet anders. Ik was gisteren aan het huilen. Jij? Ja. Waarom? Omdat je het zielig vond voor Luciano. Ja. Oh, dat is wel heel erg lief van je. Dus je geeft wel om Luciano. Ga je ook nog op de koe lopen springen met je gebroken arm? Oh! Kom maar, maatje. Dat moet je toch ook niet doen? Gek! Kom maar, jongen. Ga maar staan. Hé, dat moet je toch ook niet doen, maatje? Hé. Hey. Oh. Maatje, kom. Hoe deed jij dat? Kom. We gaan naar mama toe. Nou, ik heb hier een huilende Luciano. Oh. Ben je zo weer? Nee, nee. Maatje toch? Je wil naar mama toe, denk ik, hè? Ja, zeer, ja. Oh. Moet je me tellen? Je moet nu niet op die koe springen, maatje. Nee. We gaan ook al fietsen vanmiddag, hè? Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Oh. Nee. Weet je wat het lullig is? Het is de allereerste dag van de vakantie. Tweede. Oh, het is de tweede. Ja, maar gisteren was de eerste dag. Gisteren was de allereerste dag van vakantie. Waar zit je dan? Het zoektocht. Ik zit soep te roeren omdat hij helemaal aan het borrelen was. Dus ik denk ik help even. Soep is klaar. Soep is klaar, hoor ik. Dus ja, eerste dag van de vakantie. Meteen onderarm gebroken. Dus ja, dat is wel echt super lullig. Heel sneu. Dus ja, we moeten maar even wat verzinnen voor Luciano. Zodat hij de zomer een beetje door kan komen. Wat, Luciano, wat kunnen we voor jou doen? Wat wil je doen? Wat wil je doen? Want je hebt maar één arm nu, zeg maar. Zal ik ook één arm in het gips doen? Nee? Dan hebben we allebei een arm in het gips. Of zou ik mijn hoofd in het gips doen? Nee? Of mijn benen? Allebei mijn benen in het gips. Oh. Of alleen mijn wijs. Of zou ik deze twee in het gips doen? Ja, dan blijven ze zo staan. Alle twee. Deze. Of zou ik mijn hele hand in het gips doen? Nee? Zal ik hier nog een mooie tekening op maken op jouw gips? Want over een paar dagen gaat deze er toch af en dan krijg je een nieuwe. Ja, volgende week. Volgende week gaat deze er af en dan krijg je nieuwe gips. Dan krijgt hij misschien zwemgips. Oh, zwemgips? Dat mag nat worden. Ja. Wil je weer zwemmen? Ja? Nou, dan krijg je volgende week zwemgips. Alleen dan niet naar zwemles. Ja, hij kan niet zwemmen. Hij kan dit niet. Nee, je kan geen zwembeweging maken. Nee. Maar hij mag toch ook wel zwemmen. Hij wordt ook veel te groot nu, hè? Dat is ongelooflijk. Zit je nou in je neus te peuteren? Zal ik hier een mooie tekening op zetten? Ja? Ja! Ik ga iets maken dat als je naar het gips kijkt, dat je moet lachen, oké? Okay? Kijk, dus wat ik ga doen, is ik ga dit en dan dit. Let op, hè? Oh! Hey, wat is dat? Nee, je moet nog een mond. Is dat een smiley? Nee, ja, hè? Nog een mond en dan nog een mond. Een mond? Dit is een mond. Dit is toch een smiley? Kijk dan, elke keer als Luciano hier naar kijkt, dan moet hij lachen. Ja, ik bedoel zo. Je was aan het lachen, hè? Niet lachen, hè? Niet lachen, hè? Nee, ik bedoel... Als je gaat lachen, krijg je straf. Ik bedoel zo'n rondje en dan een mond. Zag je jou nou lachen? Je mag niet lachen, hè? Oh, je mag niet lachen. Waarom mag jij Volgens mij nou? Is Luciano aan het lachen. Oh, hij is aan het lachen. Oh, kijk nou, hij is aan het lachen. Oh, je mag helemaal niet lachen. Je mag helemaal niet lachen. Waarom mag jij er nou? Kijk, dit is de smiley die ik heb getekend. Oh, ja. Oh, je mag niet lachen. Als je daarnaar kijkt, mag je niet lachen. Oh, maar dan ben je wel aan het doen, hè? Je bent wel aan het lachen. Oké, okay, wat ga ik nog meer maken? Zal ik mijn 06-nummer erop zetten? Dan kan je mij altijd bellen als je wil. Nee, hè? Dat is gek, hè? Zal ik een mooie auto erop zetten? Ja? Zal ik een mooie... Brandweer. Brandweer? Oké. Okay. Oh, ja, dit is wel een uitdaging. Oh, dit is wel echt een uitdaging, ja. Zelfs. Brandweer tekenen. Simpel. Kinderen. Ik heb gewoon soep, stokbrood. Oh god. Deze. Ja. Wil je zo eentje? Ja. Luciano wil dus deze brandweerwagen. Ga ik hem voor je tekenen. Waar wil je hem hebben? Hier zo? Ja. Okay. Kijk dan. Kijk, dat is zijn voorwiel. Dat is zijn achterwiel. En dat is ook zijn achterwiel. Oh, niet zoveel bewegen. Ja, geef dat maar de schuld. Ook nog een die... Die ladder wil je er ook op? En het zwaailicht. Oké, okay, dan krijg je ook het zwaailicht erop, ja? Die ladder gaat natuurlijk omhoog. Ja, heel hoor. Zo. Ja? Bijna mama. Hé, is Myron of Myron? Oh, god, dat is er goed. Shit. Is dat Myron of Samantha? Ik weet het niet meer. Is dat mama of Samantha? Of... Mama of Samantha? Dat is mama, hè? Heeft Samantha hem erop geplakt? Is dat KP? Ja, mooi, hè? Net als jouw shirt. Kijk, Smiley staat aan.
Nou, dat is de brandweerwagen. Er moet ook nog een raampje in, hè? Is hier nog de drie raampjes? Kijk, hier een raampje en hier een raampje. Kijk, en dan hier de brandslang zo. Dat is de brandslang. Leuk shoppen en zo. Gezellig. Nee hoor, dankjewel, dankjewel. Super lief van je, maar ik eet zo'n broodje. Ja, ik sla het gewoon af. Een brood en kruidenboter. Ja, ik neem wel een broodje met dat kruidenboter. En of alioli of iets. Oké, ik heb dus deze gemaakt. Dus let goed op, dames en heren. Dit is hem geworden. Dat is de brandweerwagen. Vind je mooi? Laat dan smiley rijden. Die smiley gaat rijden nu, hè? Maar vind je mooi, de brandweerwagen? Mooi zo. High five. Deze is ook lekker, Milana. Alsjeblieft. Oh, dat heb ik oma. En zo. Ik vind het echt sneu. Ja. Maar ik heb best wel veel met links nog. Ja, ik heb dat niet, maar... Zal ik helpen? Je krijgt hem niet uit, hè? Nee. Zal ik je helpen? Ja. Ik vind het echt sneu, want ik moest dat pakketje openmaken en toen weer iets anders en toen weer iets... Ik moet alles openmaken. Oh. Hier, kijk. Dat is klei. Nee, ik ga niet naar haar toe. Boy, ik ben aan het eten. Ja, zeg maar dat Milana aan het eten is. En talk to the hand. Toch of niet, Milana? Talk to the hand. Because the head don't listen. Zal ik iets voor jou klaarzetten? Dan kan jij een hartje maken of een vlinder. Een hartje. Kijk, het is ook een hartje, ja. Soort van. Als je hele goede kinderfantasie hebt. Kom, ik ga jou helpen. Goed, ja, hier. Och, je kan het gewoon zelf. Oké, maak het maar zo plat mogelijk. Gewoon plat, plat, plat. En dan pak je deze en dan druk je die erop. En dan heel hard drukken met je hand zo. Goed zo. Nee, en nu moet je dit afhalen. Dit afhalen zo. Goed zo, dat eromheen weghalen. Nee, laat hem ze maar zelf doen, Milana. Kijk! Ja, hartje. Heb je zelf gemaakt met één hand, één arm. Ik ga gewoon niet meer. Gelukkig heeft hij nog geen vaste schijfhand of iets. Nee, dat scheelt, ja. Links en rechts kan hij dingen doen. Ja, dat scheelt wel, ja. Luciano is nog niet per se links of rechts, dus dat scheelt. Ja, want ik ben rechts. En stel voor, ik zou mijn rechterarm breken. Dan ja, ga je in één keer je linkerarm natuurlijk gebruiken. Maar die moet je dan echt trainen. Want alles doe je met je goede arm. Echt alles. Ja, tenzij je voetballer bent en je tweebenig bent. Maar dat gebeurt niet vaak. Of tweearmig, zoals Luciano nog wel is. Zo, heb je dat zelf gemaakt? Wat is dat? Vlinder. Vroeg ik toch aan Luciano? Ik heb dat. Nee. Dat maken. Dat heb ik al gemaakt. Ja, heb je mooi gemaakt. Wil je ook een andere kleur? Die kleur? En dan dit allemaal. Wat kleur is dat dan? Dit is paars. Dat is paars, goed zo. Blauw. Blauw, goed zo. En geel. En dit? Roze. Milana, ojojoj, met name. Geef me een high five. Je had alles goed. En deze? Ik blijf net zo lang hangen totdat je me een high five geeft. Nee, Luciano. Ik blijf net zo lang hangen totdat jij mij een high five geeft. Geef zo, een high five. Eerst eventjes dat. Eerst eventjes dit, zegt hij. Mag ik nu een high five? Ja, goed zo. En zo. Ja? Dit is allemaal voor jou. Is dat allemaal voor mij? Kijk, ik heb nog vlinder, nog vlinder. Zo, en hoeveel vlinders zijn dat dan? En wat krijg je dan? De dikke vette? Pie! Mijn pie is dan bij jou weg. Pie, ja, meestal ben ik dan weg, hè? Dan zeg ik dikke vette pies en dan is de video af. Ja. Ja, maar nu niet, hè? Nee. Nu ben ik niet weg. Oké. Is die allemaal glitters? Dat is allemaal glitters. Wil je deze ook? Ja. 1, 2. Oh! 1, 2. Oh! Ik ben bijna in de soep van Milana. Poepie. Poepie! Poepie! Harder drukken. Net als op het toilet, harder drukken. Zo, een hele grote regenboog. Nou, straks wordt hij nog links door dit. Dat hij in één keer hierna zegt van ik ga links voor. Kijk dit. Dat is mooi, mooi. Ja, dat is ook heel lang links. Kijk, dit. Moet ik voelen? Oh, het voelt vet gek, joh. Het voelt helemaal als pudding. Ja. Met glitters. Ja, hè? Pudding met glitters. Je kan er ook je vinger in stoppen, kijk. Hij gaat er weer dicht. Dat is gek, hè? Dat is precies hetzelfde als dit. Dat is je navel. Ze maken een navel. Ik heb een roofvlinder. Nog een hartje. Ga je een regenboogvlinder maken?
Dat is wel gaaf. Luciano, ik heb een vraagje. Dit is wel heel belangrijk. Als jij gaat poepen, veeg je dan met rechts af of met links? Kun je lachen? Je mag niet lachen, hè, bij deze vraag. Oh, ben je lachen? Oh. Als je aan het poepen bent, veeg je dan met rechts af of met links? Wat vraag je nou? Of veeg je nooit je kont af? Nou, soms mijn mama helpen. Ja, dat lijkt me echt super raar, want ik zit er nu in één keer over na te denken. Stel voor, ik zou mijn rechterarm breken, net als Luciano. Dus ja, dan laat je gips onder. Ja, ja. Dan zit je zo. Nee, maar dat is toch vet raar? Ik kan ook zijn arm niet goed buigen, of zo bewegen. Nee, dat merkte ik al, dat het heel onhandig gaat. Kijk. Ik vind het wel leuk, hè, die klei. Een soort unicorn klei. Dit is een bak. Ik kan een rare klei meteen hebben. Oef, dat voelt vet raar. Oké, let op Luciano. Kijk. We gaan jouw IQ testen, oké? We gaan kijken of jij hoogbegaafd bent. Dames en heren, welkom bij de IQ-test van Luciano. Ik heb hier een balletje. Dat balletje gaat hier. Maar let op, ik doe deze op de kop, deze op de kop en deze op de kop. Waar zit het roze balletje in? Ja. In deze? Goed zo. Gaan we nog een keer. Waar zit het roze balletje in? Ik heb hier het roze balletje. Moet je allemaal veel maken. Ja, maar kijk, let op. Ik heb hier het roze balletje. Je moet even kijken waar het roze balletje blijft. Let op het roze balletje. Dit is een maag... hoe noem je dat? Een truc? Ja, dit is een trucje. Dit is een goocheltrucje. En als jij dit kan, ben je super, super slim. Hij zit in het midden. Zie je dat? Ja. Waar zit de roze toverbal? Hier? Goed zo. Maar let op. Let op. Let goed op, Luciano. Kijk. Waar zit hij nu? Moet je met die steentjes hier erin, moet je iets halen en daar heb je veel steentjes. Veel steentjes? Maar waar zit hij nu dan? Welke denk je? In deze? Volgende. Hij zit in deze. Goed kijken. Hij zit alleen in die. Goed kijken. Waar zit hij nu? Wow. Oké, we doen even de IQ-test bij Milana. Ben je klaar voor een spelletje? Ja? Om mee te doen moet je 2 euro betalen. Geef maar 2 euro. Waar mijn geld? Nee, in de auto. Dat is een grapje, Milana, een grapje. Om mee te doen moet je een high five geven. Ja, kijk dit. Kijk, we doen dit toch altijd? Regenboog. Regenboog, hè? Kijk. Hij zegt geen regenboog, maar dat regenboog. Dat zou ik ook gaan doen. Oké, let op. De roze balletje zit in het midden. Ja? Zit in het midden, hè? Let goed op. Maar dat is heel makkelijk. Waar zit hij nu? Goed zo, dat is ronde 1. Let goed op, hè. Waar zit hij nu? Hier. Hey, level 2, level 2. Dames en heren, kom dat zien, kom dat zien. Dames en heren, Milana! Ik ben heel benieuwd. Waar zit hij nu? Oh, level 3, we gaan door naar level 4. Let goed op, hè. Hij zit hier, hè. Zie je hem? Let goed op, hè. Let goed op. En waar zit hij nu? Ja, waar is hij nu? Ongelooflijk, Milana. Het is niet normaal. De intelligentie. Waar komt hij vandaan? Ja. Waar komt hij vandaan? Je hebt het in ieder geval niet van je vader. Let op, let op. Dames en heren, kom dat zien, kom dat zien. Waar zit hij nu? Ongelooflijk! Waar komt die intelligentie toch vandaan? Laatste ronde, deze is moeilijk, ja? Komt-ie, ja? Laatste. Komt-ie. Ik heb het niet weten. En nu moet je blauw maken. Waar zit hij nu? Nu moet je blauw maken. Hier. Huh? Huh? Oh, maar laat eens je oor kijken. Ja, omdat jij vast had. Anders kon ik niet winnen van Milana. Nee, ik heb vals gespeeld, sorry. Kijk, weet je wat ik ook kan doen voor jou? Ik kan regenboogjong leren. Moet je zo, rond en zo. Kijk, regenboogjong leren. Ja, ta 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 ta. Regenboog, regenboog. Regenboog, regenboog. Ja, la 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 la. Regenboog, regenboog. Uit beide oren van Luciano. En Luciano liet een poepje. Een regenboogpoep. Geen pijn aan vallen. Poepie?
Is dat een regenboogpoepie? Ja, waar zit hij nu? Ja. Ja, ja, ja. Hij zit hier. Ja, hey. Dat wilde ik delen. Weet je wat ook leuk is om te doen? Kijk, dan heb je hier dit. Ja, een worm. Kijk, dan ga je dit doen en dan doe je dit. Kijk, kijk wat voor lange worm het is. Het is een regenboogworm. Nee, weet je hoe je het moet doen? Zo, dit is iets heel anders wat Luciano heeft gerold. Oh. Zal ik een hele lange maken? Ja, een hele lange. Maar jij hebt een sigaar. Je hebt een hele dikke sigaar. Ja, goed zo. Rollen, rollen, rollen. En dan nu hier rollen. Goed zo. Nee. Dan wordt die lang, hè? En nu hier rollen. Kijk hoe lang mijn is. Zo, jouw is langer. En die van Luciano wordt ook wel lang, hoor. Mijn kan nog niet lang. Moet iemand drinken? Hoor je mee? Ja, dankjewel. Kom eens kielijs. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen een touw maken achter mijn auto. En dan hou jij vast en dan ga ik op de snelweg rijden. Is dat een goed idee? Moet je alleen even kniebeschermers en helm op doen. Nee, heb ik niet. Milana vind ik niet mooi. Vind je van Milana niet mooi? Moet je dit maken? Hier? Moet je hier erin duiken. Ja, daar erin duiken. Ja, dat weet hij zo wel. Ja, ik ga nooit meer ergens doorheen duiken. Ja, toch. Oh, en mijn neus. En mijn neus. Kijk, dat is zo. Kijk eens naar mijn neus. Oh, dan komt weer een schatje op neus. Kijk wat ik heb gemaakt. Wauw, is dat een ketting? Oei. Je hebt alleen een te dik hoofd. Oei. Van alles wat je kan doen, vind je dat gooien het leukst. Je gooit op de camera. Hé, hey, kijk dan. Dit is pas een drol. Dat is een echte drol. Hier, heb je deze? Ja. Nee, wat... Zo raar wat kinderen soms leuk vinden. Nee, ja. Zo heel leuk om op te dragen. Milana, dit ligt op het plafond. En dan nog. Die velgen zijn fucking dik. Thanks. Oh, Jur had de velgen nog niet gezien. Ja, die zijn groot, hè? Keihard dat er KB in staat. Wat dan, man? Ja, in het midden. Dat is echt ziek. Ga je mee? Ik ga mee. Ja. Ja, jij gaat ook weer mee, hè? Ja. Wat heb je meegenomen? Tadaa! Een emmer. Oké, als ik een vis vang, hoe ga je hem noemen? Mag je over nadenken? Knoller. Knoller? Ja, knoller. Ja, van Milan? Knoller. Oké, nou als we een vis vangen... Ja? Die heet Knolpower. Oké, dus de eerste heet Knoller en de andere heet Knolpower. Ja. Dan ligt er wel druk op mijn schouders dat ik twee vissen ga vangen. Nee, maar als je ze vangt. Als ik ze vang, dus het hoeft niet. Nee, maar het mag wel. Maar het mag wel. Je zou het wel leuk vinden. Ja. Ben je favoriete spot? Hier, bij je vist? Ja, hier heb je wel veel vis, ja, dat wel. Ja, woeio. 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 Woeio, veel vis. Woeio. Woeio, gangster. Wat zeg jij nou weer? Als je nou de vis en het net zo gaat doen aan elkaar, dan kan je een kleine vis vangen. En hij is heel lang. Ik vind het een goed verhaal. Ik begrijp hier net zoveel van als geschiedenis op school, vroeger. Ja, ik stond ook in drieboog, dus. Nee, dan moet ik zeggen Frans. Geschiedenis stond ik op zich wel redelijk goed voor. Oh, Frans zelf. Maar Frans, daar stond ik een 4 voor. Oh, nice. Dat is niet verkeerd, hè? Ik heb hem laten vallen in een tweede. Ah, dat is een goede keuze. Ja. Vind je dat ook een goede keuze, Milana? Hoeveel... Oh my god. Ja, chocolade tussen. Hoi, hoi, hoi. Dit is niet normaal. Yo. Oh my god. Lag dat tussen de stoel? Ja. Oh, mooi, ja, wat moet ik daarmee? Mooi, hè? Beter. Nee, gooi maar weg. Oh my god. Nee, ja. En nu dan? Nee, nee, niet in mijn auto. Boeien. Nee, niet boeien. Nee, wat gaan we hier nou mee doen? Zo. Nee, kom maar even eruit. Waarom moet ik eruit? Oh, pas op, niet aan de auto vast. Oh, wacht, nee, 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 ik ga... Oh, wacht, ik heb natte doekjes, geloof ik. Oké, okay, blijf staan. Oh, nee. Ja, volgens mij heb ik natte doekjes. Oh, ik hoop het. Ja, hier. Servetjes. Veeg hier maar aan af. Maar probeer maar schoon te maken daarmee. Nee, het lukt sowieso niet. Jawel, dat lukt wel. Moet je even goed doen. Ik ben aan het rijden en in één keer zegt Milana, kijk, heeft ze hele handen onder de chocola. Heeft iemand dus ooit... Ik weet al wie dit heeft gedaan. Oh, dit is Luciano geweest. Ik had laatst een knopper mee en ik had een brinkie mee. En toen zei ik tegen Luciano, welke wil jij? En toen zei die brinkie. Nou, die heeft hij dus niet opgegeten helemaal. Maar voor de helft. Oh ja, ik heb hier ook nog een doekje. Ik ga even naar de tas.
die brug zit, zeg maar, die kleine. Dan kan ik mijn handen wassen. Ja, dat is goed. Ja, dat is slim. Ja, dat is, jij bent heel slim, Milana. Dat hebben we gezien, toch, met die cupjes? Dat je heel slim bent. Je weet toch, zeg maar, die... Waar... Ik vind het zo mooi om met jou te praten, dat is echt fijn. Je weet toch, daar bij die kleine brug, zeg maar, bij dat hek, ja. Daar, ja? Ja, ik heb mijn handen wassen. Of ik doe de emmer en dan ga ik handen wassen. Ja, we kunnen wel met de emmer kunnen we wel wat water pakken. Nou, ga maar in de... Oh, gaan we anders maar skileren vanaf hier. Dan ga ik heel zachtjes rijden. Dan kan je nog een beetje skileren, want anders zit je de hele tijd met skielers in de auto. Dan gaan we daarheen, ja? Ga maar skileren. Rijd ik heel zachtjes naast je. Milana is zo grappig, hè. Ze gaat niet mee? Ja, ze gaat skileren. Oh. Ja? Ja? 3, 2, 1... Go! Ja, je kan wel goed skileren. Wow, dit kan je wel heel goed. Oh, oh. Milana, Milana. Ta 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 ta. Hey! Blijven schaatsen, hè? Niet rennen. Schaatsen, goed zo. Heel mooi. Ga maar in het zand naar links. Nee, grapje. Ja, Milana kan het echt goed. Kijk er nou gaan dan. Oh, een paar steentjes. Pas op, er komt een paaltje, hè? Niet schrikken van de toeter. De stenen zijn irritant. Ja, die stenen zijn irritant. Vind je mij niet irritant? Nee. Oké. Ga je over het fietspad daar? Nee, natuurlijk niet. Oh. Hoezo nee, natuurlijk niet? Kan toch over het fietspad? Nee, dan ga ik gelijk op de weg. En daar moeten fietsers. Oh, en waar moet jij dan? Op de openbare weg? Dat is grappig. Ga je vasthouden aan mij? Ja. Ja, dat kan gewoon. Nou, hoe hard? We gaan er wel lichtjes aan, hè? Hoe hard wil je gaan? 100? Nee, hoe hard wil je gaan? Iets harder. Hoe hard denk je dat we nu gaan? Heel zachtjes. Ja, we gaan 7 km per uur nu. Zal ik 10 km per uur gaan? Niet te hard. Nee, niet te hard. We gaan nu 8. We gaan nu 9. En we gaan nu 10. We gaan 10. Nog harder. Nog harder? We gaan nu 13. We gaan lichtjes aan, heel veel. We gaan allemaal aan. Oké, we zijn er. Ga hier de auto neerzetten. Oké, nu moet je wel over het gras naar het fietspad daar. Ja, boeien. Ja, boeien. Dat is haar favoriete woordje. Boeien. 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 Nu staat ze daar met de handen in de zij. Boeien. Heerlijk. Ik zie niemand vissen hier, geloof ik, of wel? Oh ja, ik zie er wel een bootje daarachter. Nou, gaan we die vangen. Ja, moet goed komen. Neem een hengel mee. Komt goed. Oh, oei. Milana, jij slaat op mijn deur. Je deed de deur over tegen Milana aan. Ik wilde jou gewoon weer graag zien. Nou, dames en heren, ik ben er klaar voor. Ik heb hier mijn hengel. Ik heb hier mijn net. Jij moet me vasthouden. Moet ik je vasthouden? Nee, hij. Oh, moet ik jou vasthouden? Of Enzo. Ik hou jou Enzo. Enzo houdt jou. Moet ik je vasthouden? Ja. Ja, maar jij wilde toch met skielers? Nee. Nou, doe maar. Naar beneden. Dan. Ja, dan kan je toch gewoon naar beneden? Zie je? Hier, niks aan de hand. Dat doe je hartstikke goed. Nee. Nou, loop maar omhoog naar het fietspad. Nee. Ja, maar ik zei al op het begin tegen jou daar, van ga nou op het fietspad. Toen zei je, nee, dat is niet voor fietsers, niet voor mij. Oh, vet. Waarom lach jij nou voor jou? Ja. Ga dan! Ja, ga dan! Ja. Ben ik niet even Nee, maar ik lach omdat ik jou gewoon leuk vind. Maar Milana, we moeten daar zijn. We moeten helemaal niet daar zijn. Ja, we gaan daar vissen, bij dat water. Waar zeg je dan bij een brug? Ja, omdat de brug is daar, maar we gaan daar vissen. Ja. Dus we moeten daarheen. Daar is geen brug. Nee, ja, maar wel vlak bij de brug. Dus... Nee, daar is geen brug. Ja, maar kom maar hierheen, we gaan daar vissen. Ik ga mij ophalen. Het is zo mooi om in Milana te gaan chillen. Ik ga echt niet. Ik ga echt niet. Ga daar maar naar beneden, dat is nog leuker. Nee, grapje Milana, we komen eraan. Wij noemen hun de wielrenders.
Wielrenners. Wij noemen dat de wielrenners. Hoe komt ze hierbij ook gewoon? Schieleren, gaan. Niet met duwen. Oh, daar komen twee debielrenners. Dat zijn geen debielrenners, dat zijn gewoon wielrenners. Auw. Toen je auw zei, klonk dat heel grappig. Even kijken, ik denk dat ik eerst hierheen ga. Maar dan moeten we hier weer naar beneden. Nee. Kom maar, hou jij de emmer vast? Kom. Anders gaan we dat niet redden. Zo, hier kan je wel weer lopen, toch? Ja. Nou, lopen dan met skielers. Nou, daar gaat hij, dames en heren. Vissen. Als ik nu bij de eerste worpen vis vang... Dan heet hij knollen. Dan heet hij knollen, ja. Hij moet wel kleiner zijn. Ik doe hier wel even langs de kant vissen, zo. Dit kan er misschien worden. Dit wordt misschien de knoller. Hoi, joh. De laatste keer dat wij samen hebben gevist was in Italië bij dat steegje waar... Oh! Echt niks op. Hoi, joh. Holy shit. Zitten hier veel muggen, jongen, volgens mij. Ja, ik ben echt blij dat ik gewoon een rondje heb. Nee! Milana, wat doe je nou? Domme. Oh mijn god, wacht, ik ga het fixen. Ik ben echt dom. Nu komen er juist vissen in. Nee, nu komen er helemaal niet juist vissen in. Hoe kon je hem nou laten vallen? Dat weet je toch? Ja, ik laat hem vallen. Ja, ik ga dit niet redden. Mijn hengel is hier niet sterk genoeg voor, denk ik. Oh, Milana toch. Nou, we krijgen hem wel uit. Ik ga lekker doorvissen en dan Jurriën die haalt hem er wel uit. Ik heb geprobeerd te scheppen. Prima, Marco. Hoe je ook valt er bijna in. Jij heb je hem? Abbas. Juist, lekker je. Ik heb beet eerder dan jij. Lekker je. Hier, niks aan de hand, Milana. Wil jij hem weer terug? Ja. Wat zeg je dan tegen Jur? Alsjeblieft. Hij zat hier op de rand, maar ik wou hem pakken. Maar wat zeg je dan tegen Jur? Dank je, Jur. Alsjeblieft. Dat is grappig, hè? Je moet hem eraf trekken. Oh, nee, niet verder. Niet verder trekken. Nu kan je hem wel trekken. Trek maar. Dankjewel. Ja, niet weer in het water. Dan heb ik hem straks weer eraan. Ik gooi hem wel eens even daarachter. Kijk. Oh, ja, ik heb er één. Ja? Ja, ik heb een vis. Ja, oh, hij is eraf. Ik had hem. Je zag hem helemaal in de verte. Jij zag dat ik hem eraan had, ja, hè? Ja. Je zag die vissen gewoon achteraan gaan. Ja, je hengels ook zo. Ja, aha. Gaan we even een aasje uitzoeken. Een ander aasje. Mag jij een aas kiezen? Nou, ik denk dat ik al weet welke ik eraan wil. Denk zo één. Eigenlijk denk ik die of die. Die grote. Dat is wel een hele grote, hè? Oké, ben je er klaar voor dan? Gaan we een vis vangen? Mooi. Kijk hoe deze zwemt. Zie je dat? Die maakt een hele andere beweging, deze. Wel mooi dat je hierheen ging. Ik was echt 20 minuten verderop. Ja, dat is ideaal, hè? Ja. Mooi, hoor, er klapte een vis op. Er klapte serieus een vis op, maar van veel te klein formaat. Ja, ik heb er één. Ja? Ja. Ik heb er één. Kijk. Ja, ik heb er één. Doe hem in de emmer. Dat is onze knoller. 1, 2. Hoppa. Ik heb een vis, Milana. Kom. Eentje van jouw formaat. Op die skielers. Ja, zij wilden per se skielers aan. Oké, dames en heren. Ik heb de haak eruit gehaald. En ik heb wat water in een emmer gedaan. En we hebben nu de vis hier. Dit is echt een super mooie kleine snoek. Oh, yo. Kijk, die is mooi, hè? Ja. Wil je hem aaien zo? Nee. Nee? Dat was wel een heel snel antwoord. Nou, dan moeten we hem vrij laten. Nee, hier één. Nou, we gaan hem sowieso niet te lang in de emmer laten. Want uiteindelijk moet hij gewoon weer het water in. Nee, tot er twee zijn. Nee, maar sowieso, deze emmer is al te klein voor deze vis. Kijk die emmer en kijk die vis. Zie je? Dus dat kan niet. Die vis die heeft meer ruimte nodig. Nou, daar gaat hij, dames en heren. We nemen afscheid. Ik kan nog even aaien. Even aaien? Goed zo. Ah, lekker glad. Lekker glad, hè? Kijk dan, dit is gewoon een snoek, hè? Gewoon kijk dan. Zo ongelooflijk klein, dit snoekie. Kijk dan. Je hebt mij bizar, hè? Nat gemaakt. Sorry, Milana, dat ik je nat heb gemaakt. Nou, daar gaat hij. Hij gaat een mooie snoekduik maken. Daarom heet hij ook snoek. Nee, hij is knoller. Oh ja, hij heet knoller. Oh ja, sorry, hij heet knoller. Nou, daar komt hij, ja. Maak hij een knollerduik. Zullen we doen, knoller? Doei, knoller. 1, 2. Nou, dan gaat hij weg. Doei. Ik zie hem. Ja, hij zwemt weg. En dan is hij weg. Zie je, hij zwemt weg. Hij loest.
Ja, hij is inderdaad een douchegoed, zo kan je het ook zeggen. Niet laden. Nou, dat was de eerste vis. Het was absoluut niet de bedoeling dat ik zo'n klein... Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk was het wel dat ik zo de bedoeling dat ik zo'n kleine vis zou vangen. Speciaal voor jou, hè, Milana. Nou, dan doen we de tang waarmee we een kleine operatie hebben gedaan, doen we weer terug. En het water? En het water laten we erin, want als we dan nog een vis vangen, dan hoeven we niet snel dat... emmertje te vullen. En dat heb ik dus gevangen met dit aasje, dames en heren. Serieus een soort van, I don't know, Ryuki of zo, zoiets. Maar dan de goedkope versie. Nou, het werkt effectief. Het werkt goed, dus ik ga het nog een keer proberen. Oh mijn god, er klapt er gewoon een vis op hier. Hier zou wel zo'n mooie vis kunnen liggen, dames en heren. Even een grote snoek, dat zou leuk zijn. Nou, kom op, visjes. Oké, tijd om er even wat anders aan te doen. Nou, daar gaan we, dames en heren, met mijn favoriete, de roze. Het is de laatste roze die ik heb, omdat de rest heb ik gewoon zoveel mee gevangen. En uiteindelijk gaan ze kapot. Maar dit is de laatste die ik heb, dus daar gaan we. Kijk dan, er zit gewoon een snoek achteraan. Maar een te kleine snoek. Ik word echt helemaal lek gestoken hier. Niet normaal. Echt niet normaal. Ik heb ook nog een korte broek aan. Is eigenlijk helemaal niet handig. Maar goed, als ik nog maar even een visje vang, dan vind ik het best. Hallo, hallo. Hallo. We hebben een stukje lopen, hè? Ja, dat was best wel ver. Milana heeft echt last van de voeten, zeg ze elke keer. Ja? Hé, heb je snoepjes mee? Ja. Lief. Dankjewel. Nou, je hebt een mooi shirt aan. Thanks. Het is nieuw. Ja, nice. Heel mooi. Zo. Kan je toch aaien? Ja, maar deze heet dan knolpauwer, hè? Maar hij vindt heel raar. Ja, maar doe eens de andere kant op. Kijk, want dit is ruw en de andere kant is glad. Zie je? Oh ja. Dat zijn schubben, hè, van een vis. Oh, want dit zit eronder en dit zit zeg maar zo. Beetje hetzelfde als zo'n pailletshirtje van jou. Dit zijn allemaal stekels, hè, dit. Zie je dat? Waarom hou je dan vast? Ja, als hij in aanvalsmodus gaat, doet hij stekels omhoog zo. Kijk hoe mooie vis het is. Het is toch een hele kleine baars dit, maar hij is wel super mooi. Zie je dat? Ja, echt super. Ja, nu zijn we klaar. Ja, nu ga ik hem weer erin gooien. Nu zijn we klaar. Ja, nu gaan we naar huis. Ja, is dat zo? Nee, wel. Ken jij Enzo? Ja, hij heeft beloofd. Echt? Had hij gezegd twee vissen en dan ben ik klaar? Nee. Oh, heb jij verzonnen? Enzo kennen, dan gaat hij door tot het donker is, hè? Waarom gooi je hem dan niet van hier? Ja, kijk hoe zo'n hoge duik dit is. Het overleeft hij, denk ik niet. Ik kan er nog één vangen als je wil. Nou, deze kleintjes zijn niet zo moeilijk te vangen namelijk. Let maar op. Nee, ik let niet op. Dan vangen we weer dezelfde. Nee, dezelfde niet. Dezelfde kan bijna niet. Heb je? Uiteraard. Nee. Hij ging hier net ervoor eraf. Ja, serieus. Echt? Ja, hij ging hier echt net ervoor eraf. Nog een keer. Als ik beet heb, moet je meteen op het water filmen. Dan kan je ze zien. Oh. Het was wel een kleintje weer hoor. Ja, had je het toch zo... Ja. Een beetje groter. Laat maar zien aan de kijkers hoe groot ik was. Hoe groot was die? Volgens mij zo. Niet helemaal zo breed? Ja, ik bedoel zo. Ja. Zo'n groot vis. Nee hoor, zo. Oh. Oké, dames en heren. Ik zit weer in de auto. Volgens mij zijn er een paar vliegjes meegegaan naar binnen hier. Ik ben helemaal lek gestoken. Mijn benen zitten er echt onder. Dat is ongelooflijk. En ik heb maar twee hele kleine visjes gevangen. Maar Milana vond het wel superleuk, dus dat was wel heel erg schattig. Precies zoals ze zei, ze had twee namen bedacht en dat was eigenlijk perfect. Eentje heette Knoller en de tweede heette Knolpauwer. Dus ik heb een heel klein mini snoekje gevangen en een klein baarsje. Dus nou, dat was wel schattig. Volgende keer misschien grotere vangsten, wie weet. Maar voor nu, het is laat genoeg, dus we gaan lekker naar huis. En we hebben een logier en dat is Milana, dus dat is wel super gezellig. Dus Milana die gaat mee en blijft bij ons slapen. Nou, daar komen Myron en Milana. Let op. 1, 2. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Milana is toch... Waar is Milana? Echt waar? Ja. Oh. Zo hou je niet meer slapen. Nou, ik had ook helemaal geen zin dat ze... Hafje! Oh, hey! Hey, Marco!
Ben je moe? Nee. Nee joh, lach niet slapen nou. Nee, echt niet. Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Ja, het was hartstikke laat. Milana moet slapen. Snel. Ze gaat lekker slapen nu, hè? Ja. Lekker ja. Schoon bedje. Wij gaan ook lekker slapen. Ik ga nog een bakje. Mij niet. Mij ook, hoor. Zullen we nog eten? Ja, ik moet nog eten. Ja, wij gaan allebei een bakje kwark eten, denk ik. En, Kwark. Slaap lekker, lieve Milana. Mm-hmm. Slaap lekker. Oké, dames en heren, dit was het voor vandaag. Ik begin zelf ook een zieke inkakker te krijgen. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.